alweer een tijd in het Overijsselsland. En elke week is er weer wat anders aan de hand. Gewoon Marjolein. Ze neemt je mee met haar belevenissen. Elke keer maar weer. Koken, bakken, fietsen, wandelen. Nog zoveel meer. Gewoon Rob en de kleine, het is toch altijd fijn. Je kijkt niet naar een nieuwe vlog van Rob Marjolein. Hey hoi, en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Thanks voor de lieve en leuke reacties op de vorige vlog en vlogs. En zoals ik in mijn vorige vlog ook zei, Lynn heeft een nieuwe maat, kleding, maat 74 ongeveer. En ik heb heel veel nieuwe babykleertjes, zeg maar, die ze nu draagt. Veel via Vinted gekocht en dat ga ik nu even laten zien. En dit is Lynn haar kledingkast. En een deel zit ook bij de was, maar ik wil jullie toch een deel laten zien. Wat wel schoon is, maar in ieder geval een t-shirtje. We hebben namelijk een vest, dus dan zou ze dat een keer aan kunnen. Dit shirtje had ik al. Dat is maatje 68, maar die valt heel groot. Dus die heb ik nu ook in de kast hangen. Trouwens, deze heeft ze misschien nog maar één keer aangehad. Ja, hier hangen wat. Ja, noem ik zelf altijd lange mouwshirts. Die en een gele. Hier, oh, het knoopje zit los. Maar een grijs truitje. Super schattig. En dit is wel een van mijn favoriete truitjes. Deze met zo'n knoopje. Eigenlijk alles wat je ziet trouwens is van Vinted. Mocht dit anders zijn, dan laat ik het even weten. Maar deze is ook echt super cute. Het is wel een favorietje. En volgens mij is die van de H&M. Maar die vind ik echt super leuk bij een spijkerbroek of bij een grijze broek. Nou, dit is nog een trui van maat 68, maar valt redelijk groot. Dus die draagt ze ook nog wel. Nou, dit is een beetje zo'n unisex ding. Zou ook bij jongetjes kunnen, maar die heeft ze ook al wel aangehad. Hier komen ook nog weer een truitje tegen. Die is van de Hema, maar valt ook heel groot. Is ook maatje 68. Die heeft ze zeg maar nu pas aan en die valt ook best wel wijd. Nou, dit is ook een van mijn favoriete truitjes. Gewoon simpel, vrolijk. Dit jurkje is met 68, maar valt ontzettend groot. Dus die gaat ze binnenkort aandoen. Volgens mij heb ik die wel een keer gepast. 2 maanden terug, maar die was echt mega huge. En Lynn is ook niet zo heel groot. Nou, deze heeft ze van haar open oma gekregen. Dus ik hoop dat het nog een keer gaat sneeuwen. Dan kan ze deze mooi aan, lekker warm. En hier hangen ook nog een aantal vestjes. En een aantal boxpakjes die ze nog wel eens aan heeft als pyjama als we weg zijn. En ja, hier ligt trouwens ook een reserveknuffel. Deze knuffel heeft ze. We hebben nu nog maar een tweede gekocht. Het is wel makkelijk als één in de was zit. Of als je even weggaat. Dus ja, dat is een beetje de babykleding wat ze nu heeft. Tevens hangt hier ook nog wat. Deze hebben we trouwens ook gekregen. De rest is allemaal tweedehands. En ook heeft ze maatje 4 qua luiers. Dus die zijn weer een stuk groter. Hier liggen alle broekjes, alle rompetjes. En dat is nu voornamelijk lange mouw. We hebben ook wel korte mouw, maar die liggen eigenlijk nog onder in haar kledingkast. En pyjama's. Moet ik zeggen, we hebben redelijk wat pyjama shirtjes en broekjes. Want ze spuugt nog wel 's nachts. Dus soms heeft ze elke nacht een andere aan. Maar ja, dat is even de korte baby room tour. Oh ja, en hier staat nog wel een badje. Maar die gebruiken we eigenlijk niet meer. Want ze is daar redelijk te groot voor. Ze past in ieder geval niet meer liggend in. Dus we hebben nu in de badkamer een opblaasbad staan. Kijk, die staat daaronder. Maar die kunnen we dan precies in de douche neerzetten. En dan kan ze lekker in liggen en spelen en donderjagen. En dan hebben we niet de hele badkamer nat. Dus dat is wel ideaal, moet ik zeggen. Volgens mij komt hij bij de kruidvat vandaan. En voor een paar euro kunnen we heel wat plezier beleven met haar. Nou, en je hoort nog wel trouwens dat ik een beetje verkouden ben. De verkoudheid is helaas nog niet over. We hebben wel afgelopen week weer aan het werk geweest. Moet ik wel zeggen, het is soms heel moeizaam om aan het werk te zijn. Soms ben ik nog, nou ja, van die hoesbuien ben ik heel benauwd.
Dus ja, ik baal wel dat het nog steeds niet zo lekker gaat. Maar gelukkig geen koorts meer, geen medicatie meer. En ja, gewoon doorgaan en hopen dat het snel over is. En terwijl Lynn Teletubbies aan het kijken is, wil ik nog even wat cadeautjes laten zien. We hadden gisteren namelijk Sinterkerst en nieuw met vrienden. En hadden we een gang gemaakt qua eten. En hebben we ook een bingo-spel gedaan. En moet ik zeggen, Rob en ik hebben best wel veel cadeautjes gewonnen. Dus die ga ik even laten zien. Als eerst had Rob dit gewonnen. Cupcake vormpjes. Met ook de papieren vormpjes erbij. Ik had een kaars gewonnen. Ik heb geen idee waar die trouwens vandaan komt. Ik denk een beetje bij de Action. Rob heeft deze gewoon een quest. Met een puzzelmix erin. En daar hoort ook een plantje bij. Maar die ga je zo meteen zien. Zelf hadden wij een Solar LED bloempot erbij gedaan. En toevallig heb ik die ook gepakt. Dus dat is die. En ook hebben we een oplaaskrokodil gewonnen. Dit is natuurlijk tweedehands. Normaal gesproken, of eigenlijk doen we altijd dat we een cadeau uit huis meenemen. Dat we dat inpakken wat je zeg maar niet meer gebruikt. En wij hadden twee bierglazen gedaan. En we krijgen dit ervoor terug. Maar goed, hij is nog verder goed. Dus die gaat denk ik de vouwwagen in. Die kunnen we van het zomer dan meenemen op vakantie. Dus dat is ideaal. Tevens heb ik ook, of hebben wij de dames van de jongens van de brouwerij een ritueelspakket gekregen. Die ga ik trouwens zo meteen uitpakken. Wat ik nog wel wil laten zien is dat we ook een plantje hebben gekregen. Dus ook super schattig. Dus eigenlijk ja, we hebben best wel veel cadeautjes gekregen. En ik ga nu even het ritueelspakket uitpakken en ik laat je even zien wat er allemaal in zit. Dit is het pakket wat ik heb gekregen. En die ga ik dus nu even openmaken om te laten zien wat er allemaal in zit. Nou, en wat zit er allemaal in? Dit is shower foam. Dit is body cream, parfum en scrub. Dus super blij mee en komt zeker wel van pas en is waarschijnlijk al heel snel op. Terwijl Lynn lekker aan het tv kijken is en een beetje aan het gillen en lekker aan het genieten van haar boekje, ga ik de vlog afsluiten. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en tot volgende week.